De verkiezingen zijn achter de rug, de uitslag is bekend en de formatie kan beginnen. Maar wat vinden we eigenlijk van de uitslag en wat zou voor ons de ideale coalitie zijn? Ik denk dat meneer Rutte zijn coalitie gaat zoeken met de kleinere partijen. Om zodoende toch de invloed zo minimaal mogelijk te houden. En Turkije heeft de naam van hun Nijmegenstraat gewijzigd naar aanleiding van het conflict met de Nederlandse regering. Hoe erg vinden wij dat eigenlijk? Ja, Gaziantep heeft het uitgemaakt. Aww. Ja, dat is een zware break-up. Ja. Ja, papa was boos, denk ik. Welkom bij aflevering 45 van Wat zegt het volk? Here we go! Here we go! Straks peilen we wat volgens Nijmegen de ideale coalitie zou zijn naar aanleiding van de verkiezingsuitslag. En natuurlijk kijken we ook naar de hoogtepunten uit het lokale nieuws van de afgelopen week in ons weekoverzicht. Maar eerst hebben we het over de spanningen tussen Nederland en Turkije. Afgelopen week werd namelijk bekend dat er ook gevolgen zijn voor Nijmegen. Toon legt het je uit en vraagt op straat hoe erg dit nou eigenlijk is. Altijd op de hoogte van de leukste activiteiten in Nijmegen? Like ons op Facebook via facebook.com/bezoeknijmegen. Het zal je vast niet zijn ontgaan. De relatie tussen Nederland en Turkije is de afgelopen tijd verslechterd. En de Turkse president heeft aangegeven de nodige sancties op te leggen aan Nederland. Maar ook Nijmegen is hier nu direct bij betrokken. Het Turkse stadje Gaziantep is namelijk onze zusterstad. Maar deze band is aardig onder druk komen te staan. In Gaziantep zijn inmiddels de borden die duiden dat het een zusterstad is van Nijmegen helemaal verwijderd van de straat. En de Nijmegenstraat in die stad is inmiddels van naam gewijzigd naar de Vrijheidsstraat. Maar hoe erg vinden wij deze sancties hier eigenlijk in Nijmegen? En weten we überhaupt wel iets van deze stedenband af? Als ik het tegen jullie heb over Gaziantep. Ik heb geen idee. Is dat uit Nijmegen? Als ik het tegen u heb over Gaziantep. Wat zeg je? Ik heb geen idee waar je het over hebt, jongen. Gaziantep, dat is toch een plaats? Klopt. Ja. En weet u waar het is? Turkije. Mm-hmm. Weet u wat de relatie van Nijmegen en Gaziantep is? Oh, is dat er niet de zusterstad van Nijmegen? Ja. En die hadden een burgemeester en dat was een aanhanger van de AK-partij. En die wilde de stedenband opzetten. U bent bijzonder goed geïnformeerd hierover. Dank u. Stedenband met Turkije. En dat gaan ze nu opheffen. Spanje. Het is een Turkse stad. Oh, als ik het heb over Gaziantep. Wat dan? Als ik aan u vraag om Gaziantep. Turkse zusterstad van Nijmegen. Ja, Gaziantep heeft het uitgemaakt. Aww. Ja, dat is waar. Zware break-up. Ja, papa was boos, denk ik. Ah. Ja, jammer. Ik vind zo'n onzin. Het slaat nergens op. Ze willen met ons niks meer te maken hebben? Ja, nou, daar hebben ze pech gehad. Toch? En ja, wat vindt u ervan? Wat ik daarvan vind? Wij hebben niks gedaan. En Rutte ook niet. Dat moet je respecteren. En dan moet je zeggen, blijf lekker waar je bent. En klaar. Ja, er wordt toch wel gedumpt soort van door een andere stad. Dat vind ik, dat is altijd wel vervelend, toch? Ja, dat is niet leuk inderdaad. Nee. Ja, wat vind ik ervan? Ik vind het onverstandig. Want? Omdat de polarisatie daarmee toeneemt. Het is ook vooral een cultureel iets natuurlijk, die broedersteden. En het is niet iets politieks. Dus ik vind dat de politiek niet zo moet zeuren. Ja, ik vind het een hele verkeerde instelling. Maar dat komt ook omdat wij heel anders denken, denk ik. Dat zouden wij niet gauw doen in dit geval. Want ik vind niet dat het met een stad of met inwoners van een stad af te rekenen is wat hier gebeurd is. Wat er gebeurde, sta ik volledig achter hoor. 100%. Echt waar, maar ik vind niet dat je daar zo'n ophef naar burgers toe of naar steden toe moet maken. Dat is mijn mening. Nou, de Nijmegenstraat in Gaziantep is... Hebben ze die weg, precies. En wij hebben ook een Gaziantepplein of zo. En dat blijft gewoon zo. En nou hebben zij hun Nijmegenstraat veranderd naar de Vrijheidsstraat. Wij hebben hier ook een Gaziantepplein. Vindt u dat we daar iets mee moeten doen? Nee, gewoon zo laten.
Nou, ik vind het wel een compliment als de Nijmeegstraat de Vrijheidsstraat wordt genoemd. Dan staat dat blijkbaar gelijk aan elkaar. Wij hebben het Gaziantepplein. Ja. En wij hebben gezegd dat gaan we niet veranderen. Nee, groot gelijk. Omdat er nu onvrede is, hoef ik niet dat je zulke stappen moet gaan nemen om het later misschien weer terug te draaien. Wie weet is het over 4 weken weer heel anders. Ze hebben ook allemaal Nederlandse vlaggen verbrand die Frans bleken te zijn. Dus, hetzelfde als met die koeien die ze nou terugsturen. Dat zijn onzinnige dingen. Is Turkije? Ja, geen idee. Geen idee? Dit is de kust. Dan denk ik daar. Ja, het is al dichterbij dan de vorige. Het is hier. Maar goed bezig. Goed bezig, oké. Okay. Waar is het tussen aan? Dit is de kaart van Turkije. Dat meen je niet. Hier ergens. Nou, daar. Nou, dichtbij. Zit hier. Oh, ja. Ik ga hier gokken ergens. Ja, ik ook een beetje hier bij het water. Dat zal het hier wel weer. Ik zou haast eigenlijk zeggen ergens in deze omgeving, maar ik durf het niet te zeggen. Als je een kokje mag wagen? Ik heb geen idee. Nou, wij zeggen iets aan. Nou, dan gaan we hier ergens naar de Rimbootsu zo, denk ik. Dat is wel de verkeerde kant op. Oh, het is toch naar de kust. Nog verder bij de kust. Ja, toch wel. Nou, ik zeg hier. Wat zegt u? Dan zeg ik natuurlijk daar. Voor hoeveel punten gaat deze vraag? Ja, 10. Het is echt een bonuspunt. Oké. Nou, we kiezen maar gewoon ergens hieruit dan. Dat is wel echt helemaal de verkeerde kant. Ja, dat was ik wel bang voor. Deze. Nee, dat is hem ook niet. Oh, kijk. Je zit er erg dichtbij. Goed. Heel goed. 9 punten. 9 punten, ja. Hartstikke prima. Okay. Zometeen gaan we naar ons weekoverzicht, maar eerst mogen de Nijmegenaren hun ideale coalitie vormen. Afgelopen woensdag waren natuurlijk de verkiezingen en bleek dat de VVD opnieuw de grootste partij is geworden, gevolgd door de PVV. Edith Schippers van de VVD is als verkenner momenteel druk in gesprek met de overige partijen om uiteindelijk een coalitie te kunnen vormen. Maar wat zou volgens Nijmegen nu de beste coalitie zijn? Dat vragen we zometeen aan voorbijgangers op straat. Maar eerst kijken we even naar de uitslag van onze poll. Want daarin vroegen we deze week wat jullie vinden van de uitslag van de verkiezingen. Is het wel prima zo of zijn we er toch niet zo gelukkig mee? Deel je mening over het nieuws ook op Facebook via facebook.com/altijdn1 en op Twitter via @altijdn1. Wat vindt u van de verkiezingsuitslag? Aan de ene kant heel erg verrassend natuurlijk. Hè? Dus, aan de andere kant ben ik er wel blij mee. Dat is toch het keerpunt. Niet echt verrassend. Waarom niet? Nee, de gevestigde orde blijft gewoon zitten. Het is, de vernieuwing zal niet echt toeslaan, denk ik. Waar heb je op gestemd? GroenLinks. Waarom? Omdat juist op basis. En wat vind je dan nu van de verkiezingsuitslag? Goed. Wat is er zo goed aan? Dat hij meer zetels heeft. Waar heeft u zelf op gestemd? Op Wilders. Uiteindelijk heeft hij wel gewonnen, die blondigheid. Maar uiteindelijk is het niet zo ver gekomen dat hij de meerderheid heeft gekregen. Daar ben ik wel erg blij mee. Ik ben er wel blij mee. Laat zien dat we niet meegaan met Amerika, met Engeland. Wat vinden jullie van de verkiezingsuitslag? Ja, prima. Ja. Waar heb je zelf op gestemd? VVD. Ik had liever toch wel meer links, links kabinet gehad. Ja, waar heeft u zelf op gestemd? Ik heb op de PvdA gestemd. We dachten allebei links en hij op GroenLinks. Dus we hebben verdeeld. Hebben verdeeld. Ja. Wat vind jij van de verkiezingsuitslag? Verrassend, niet. Waarom niet? Nou ja, het is toch een beetje van hetzelfde wat we verwachten, denk ik. Ja, niet zo heel erg, nee, niet echt heel verrassend, nee. Ja, gelukkig niet zo die populistische partijen. Ik heb een hele kleine partij gestemd, Partij voor de Dieren. Wat ik ervan vind, ja, niet heel onverwacht eigenlijk. Nee, waarom niet? Nou ja, van tevoren zegt iedereen van het moet wel anders, maar uiteindelijk vergeet ja, er is niet heel veel keus, zeg maar. Het blijft bij hetzelfde. Ja, wat heeft u zelf gestemd? Ik heb op de CDA? CDA. En als het aan u ligt, wat voor coalitie zou er dan nu gevormd moeten gaan worden?
Oeh. Dan vraagt u me wat. Wat er nu is, is natuurlijk, het is wel heel moeilijk. Hè? Het is toch, denk ik, VVD, CDA, D66 is natuurlijk voor, eigenlijk voor de hand liggend. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb daar verder geen mening over. Dus, Goeie vraag. Ik denk iets met D66. Ja. Oh, nou, dat is toevallig. Daar heb ik op gestemd. Ja. Ik denk dat meneer Rutte zijn coalitie gaat zoeken met de kleinere partijen. Om zodoende toch de invloed zo minimaal mogelijk te houden. Ik hoop links. Dus, maar ik weet niet. Ik ben bang voor rechts. Ja. Er zal een balans nodig zijn en dat is er nu helemaal niet. Het is of de uiterste van de een of de uiterste van de andere kant. GroenLinks, D66, CDA, VVD. Maar ik denk dat het enige mogelijkheid is. En wat zou nou het eerste onderwerp zijn dat de nieuwe coalitie aan moet pakken? Ja. Ik denk toch dat heel hele gedoe rondom de vluchtelingen. Niet zozeer voor mezelf, maar ik merk gewoon dat dat heel erg speelt in Europa. Dus ik denk dat ze daar maar het eerst mee moeten beginnen. Welk onderwerp zouden ze dan als eerste aan moeten pakken? Ik denk de zorg. Over het algemeen de zorg in Nederland denk ik dat dat wel aardig beter kan. Zeker voor de oudere generatie onder ons. Dus in het kader van de vergrijzing natuurlijk. Is dat lastige vragen? Ik vind dat het onderwijs de kwaliteit van heel belangrijk is. Nou, in ieder geval de KVP en de PVDA en D66. We wachten eigenlijk maar af, maar ik ben wel hoopvol dat het goed zal komen. Natuurlijk was er naast de verkiezingen en de spanningen tussen Turkije en Nederland nog veel meer in het nieuws deze week. Kijk even mee naar de hoogtepunten uit het lokale nieuws. Het NSG Groenewoud heeft een prijs gewonnen voor hun gezonde schoolkantine. Ze ontvingen de gouden schoolkantineschaal van het voedingscentrum. Deze prijs gaat naar scholen die gezonde producten aantrekkelijk en opvallend presenteren en waarvan 80% van het kantineaanbod gezond is. Dinsdag heeft de organisatie van de Vierdaagse Feesten besloten geen ontheffing meer te verstrekken aan percussiebands. Tijdens de Vierdaagse Feesten klinkt er veel muziek in en om het centrum van Nijmegen, dat zorgt voor geluidsoverlast. Dweilorkesten zijn nog wel toegestaan. Er kwam vanuit verschillende hoeken veel kritiek op de wijziging. Op woensdag, de dag van de verkiezingen, bleek er op verschillende plaatsen in Nijmegen een tekort aan stembiljetten te zijn. Er werden daarom stembiljetten vanuit andere bureaus in de stad gehaald, maar desondanks zorgde het voor lange rijen en ergernis onder de stemmers. Een dag later, toen de uitslag van de verkiezingen bekend was, werd duidelijk dat GroenLinks en D66 de grootste partijen in Nijmegen zijn geworden. De buurgemeenten, zoals Beuningen en Druten, hebben een vrij identieke uitslag met veel linkse partijen aan kop. In Nijmegen werd vorig jaar in totaal ruim 2000 keer aangifte gedaan van fietsendiefstal. Dat is een daling van 9% in vergelijking met 2015, maar toch bezet onze stad daarmee plek 5 op de landelijke ranglijst van meeste aangiftes per 1000 inwoners. Goed op slot zetten dus. Here we go! Het laatste nieuws uit de regio, maar ook live naar N1 kijken en luisteren. Je ziet het op n1.nl. Tot zover Wat zegt het volk voor deze week. Blijf ook de aankomende week weer dagelijks op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio via onze website n1.nl. Voor alle evenementen en uitgaanstips like je op Facebook natuurlijk onze cultuurpagina Bezoek Nijmegen. Volgende week zijn we er uiteraard weer en dan kun je onder andere kaartjes winnen voor het Nijmeegse festival Puur Hollands. Mis het niet!